De regering wil zoveel als mogelijk bedrijven behouden gedurende de COVID-19-crisis. Dit haalde minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme gisteren aan tijdens de persconferentie van de overheid. Het behoud van de bedrijven maakt deel uit van het sociaal-economische vraagstuk van het COVID-19-virus, waaraan de regering nu zal werken. Tsang zegt verder dat er ook voor gezorgd zal worden dat de lonen van arbeiders doorbetaald worden door de bedrijven een ondersteuning te geven. Tegelijkertijd is de focus van de regering ook gericht op de productiesector, benadrukt Tsang. De focus is op de lokale productie om die te bevorderen en de werkgelegenheid te garanderen of zelfs nieuwe werkgelegenheid te scheppen. We zijn een exercitie aan het maken met alle beschikbare cijfers om het stimuluspakket samen te stellen voor de private sector. Het is niet makkelijk om de juiste cijfers te verkrijgen, maar we werken eraan. Het gaat om data verkrijgen van diverse ministeries en instanties. En we zijn bezig om een zo goed als mogelijk beeld van de situatie te kunnen schetsen. We weten dat er veel werknemers zijn in de informele sector. Daarnaast kunnen er nog veel ontslagen volgen vanwege de COVID-situatie bij bedrijven in de formele sector. En die zullen we allemaal moeten meenemen en we bereiden ons erop voor dat ze moeten kunnen terugvallen op het ministerie van Sociale Zaken. We willen dit zoveel als mogelijk voorkomen of beperken. Vandaar dat er een focus is op het stimuleren van lokale productie om de werkgelegenheid en productie te verhogen. De HINT-minister haalde verder aan dat er ook voorstellen zijn gedaan om de burgerij in deze periode tegemoet te komen. Zo zullen er gesprekken komen met de diverse banken om de betaling van hypotheken voor een bepaalde periode uit te stellen voor individuen en bedrijven. De bewindsman gaat verder in op de andere voorstellen van HINT. Er is een voorstel om pensioenafdrachten gedurende een bepaalde periode te stoppen of uit te stellen middels een gespreide betalingsregeling. Er is een voorstel om tax holidays in te stellen en diverse belastingen te weven voor een bepaalde periode. Er is een voorstel om renteloze leningen aan te bieden aan ondernemers. Er is een voorstel om een herstelfonds in te stellen om de getroffen sectoren te herstarten na de crisis. En ik moet erbij zeggen dat we alle particuliere initiatieven toejuichen. Het fonds kan worden afgestemd met particuliere initiatieffondsen, zodat het efficiënt kan worden ingezet om de economie te herstarten en zodat we niet langs elkaar hoeven te werken. Er zijn voorstellen om voornamelijk de primaire basisproducten betaalbaar en beschikbaar te houden. Producten die we niet zelf kunnen maken, zullen we moeten importeren. We zijn ons bewust van de situatie met de prijzen in de winkels. De valutawet heeft de koersvlucht aan abrupt halt toegeroepen. We werken eraan met de centrale bank om de situatie verder te normaliseren en de wet ten uitvoer te brengen. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij heeft gisteren op de persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus een uiteenzetting gegeven van de voornemens van zijn ministerie om de sociaal-economische sector te behouden.